Goedemorgen. Eens even kijken. Goedemorgen allemaal. Hallo Danielle. Kijk, nu staat het allemaal weer goed. Zo, ik wacht heel even een paar tellen tot er eventueel nog een paar andere mensen komen. En dan ga ik gewoon lekker van start. En laat ik jullie zien hoe ik deze kaart ga maken. Goedemorgen Gerry. Leuk dat je er ook bent. Hallo Peter en Wendy. Eén van de twee of allebei. Nou, ik hoop dat het bij jullie iets beter weer is. Nou ja, het is niet slecht hoor. Het zonnetje, ik had verwacht dat het zonnetje vandaag ook nog wel door zou komen. Maar dat was dus niet zo. Het is op zich niet heel erg. Het regent niet, dus dat is al heel wat. Nou, ik ga gewoon lekker beginnen. Hi Wendy. Goedemorgen Greetje. Nou, ik kijk gewoon wel tussendoor van wie er nog bij komt en... Als er vragen zijn, probeer ik ook even te kijken en die te beantwoorden. En anders kom ik daar later even op terug. Goedemorgen Jolanda, leuk dat je het ook bent. Gezellig. Ik ga dus deze kaart maken. Het gaat voornamelijk om dit gedeelte. Dit is een nieuwe stempel van, of in ieder geval een stempel van Carabella Studio. Van Birgit Koopsen. Dus even kijken of die zo... Dat is deze, de Kaleidoscoop. Het is echt een ontzettend mooie stempel om in te kleuren. Ik zal hem even kijken of ik hem zo kan houden zonder dat het licht heel erg op schijnt. Het is echt een superleuke stempel om in te kleuren. Hij is best groot. Goedemorgen, Ati. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Het is echt best wel een grote stempel. En als je dan een kaart wil doen, dan wordt die wel heel erg groot. Dus ik heb een gedeelte ervan gebruikt. En ik heb ze ingekleurd met de Inktense potloden. Ik vind het ontzettend leuk om ook dingen in te kleuren. Ik hou ook van verfjes. Nou ja, waar hou ik niet van? Als het maar lekker kliederen is en soms ook niet. Dit is niet echt kliederen. Dit is echt wel een beetje ontspannend. Het is een soort mandala idee wat je dan inkleurt. Dus als je een beetje toe bent aan ontspanning, dan... Is dit echt super. En dan ga ik later nog even zien hoe je een snelle versie kunt maken. Want als je dus echt niet van het kleuren bent, dan is de stempel ook mooi. Je hoeft niet per se echt hem helemaal in te kleuren. Dat heb ik gedaan, maar laat ik ook zien hoe je een snelle versie kunt maken. Dus als eerste, ik heb gemaakt van het waterart aquarelpapier. Het is best een stevig papier, 185 gsm. En ik vind dit heel erg prettig. Nu heb ik de stempel alvast afgedrukt. Even mijn papier aan de kant leggen. Ik heb de stempel even twee keer afgedrukt. En ik ga in ieder geval eentje laten zien hoe ik hem in heb gekleurd met de Inktense. Ik ga hem niet helemaal inkleuren, want dan ben je best wel een paar uurtjes mee bezig. Dus dat is echt de ontspanning die je daarmee kunt krijgen. Dus en als je eenmaal bezig bent en heerlijk aan het kleuren bent, dan is je hoofd ook even lekker leeg. Dus ik heb hem gewoon even afgedrukt. Ik heb hem afgedrukt met de VersaFine Clear. Het is pigmentinkt en dat werkt prima. Dat is echt perfect voor als je waterverf of de... Even denken, als je bijvoorbeeld deze brug, de Zig Clean Color... brush gaat gebruiken. Dit is ook waterbasis. Het werkt daar echt prima mee. Niet te gebruiken met bijvoorbeeld alcohol inkten, want dat werkt niet helemaal. Maar er zijn genoeg tutorials te vinden over welke inkt wel, welke inkt niet. Dus daar ga ik niet te ver op in vandaag. Goedemorgen Ellen. Dus ik leg deze even weer weg. En dan ga ik in ieder geval even de basis laten zien. Ik heb een klein stukje van deze even ingekleurd. En dan ga ik heel even de kleurtjes erbij pakken die ik heb gebruikt voor vandaag in ieder geval. Ik heb een waterbrush nodig. En ik heb de set van 24 van Inktense van Derwent.
En daar heb ik vandaag de Chili Red en de Tangerine van genomen. De Sun Yellow, Apple Green en Sherbet Lemon. Mocht dat iemand weten welke kleur ik heb gebruikt, geef het even aan. Dan zet ik ze gewoon later nog even in het bericht bij deze video. Zodat je later kunt terugkijken. Met de Inktense kun je gewoon echt heel zacht, een hele zachte kleuren kun je maken. Maar je kunt hem bijvoorbeeld ook wat intenser maken, want ze hebben echt ontzettend veel pigment. Dus het is echt perfect. Ik zal even kijken of ik nog een klein stukje in kan zoomen. Het is misschien iets... Ja. Zo. Even kijken. Deze heb ik gewoon heel zacht aangezet. Je hebt echt niks voor nodig. Je hoeft er echt niet super goed ervoor kunnen te kleuren. Dit is echt gewoon perfect om hiermee te beginnen. Deze heb ik gewoon maar één keer gewoon licht aangezet. En deze is iets donkerder. Die heb ik iets harder aangezet op het papier. En dat geldt voor deze ook. Deze heb ik alvast met water, penseel gedaan. En die ook. En deze heb ik ook iets zachter aangezet. Die ga ik laten zien zo. Hier. Nou, ik ga eerst even beginnen met het hele zacht aanzetten. Dan begin ik met de groene. Waar? Wacht even. Ik zei de verkeerde, want ik heb de teal green en de sherbet lemon gebruikt. Het waren er maar twee. Ik zat helemaal met iets anders in mijn hoofd. Mia, goedemorgen. ik ga gewoon heel zachtjes. Je hoeft het dus niet zo te doen. Gewoon, en dan kun je hem heel zachtjes over het papier laten glijden. En dan geeft hij al inkt af. Ik druk niet. Gewoon echt heel zachtjes eroverheen. Dat doe ik aan beide kanten. Ik probeer wel een beetje eenheid te krijgen. Door wel dezelfde figuren elke keer dezelfde kleuren te geven. Dus een klein beetje van dit. En dan ga ik met de tielgroen ga ik dit stukje om dus ook dat een soort van schaduw te creëren. Deze kleuren passen natuurlijk goed bij elkaar. En dan zie je dat ik gewoon echt maar heel lichtjes eroverheen ga. Ik druk niet eens. Als ik ga drukken krijg ik dus echt gewoon, ik zal het even laten zien. Zo ga ik licht. En als ik echt de potlood anders vastpak, dan krijg je dus echt al heel veel kleurafzet. En dat hoeft niet. Want als je meer kleurafzet wilt hebben, dan doe je... Dan zal ik dus even hier laten zien. Dan kleur ik hem dus net als aan deze kant. En dan ga ik er gewoon nog een aantal keer overheen. Dan maakt hij hem dus ook echt, dan geeft hij veel meer kleur af. Dus gewoon vaak er overheen gaan, hoeft niet te drukken. Heel vaak er overheen gaan. Even kijken. Even een andere richting op. Gewoon zo. Dan zal ik laten zien wat het verschil is tussen deze en deze. Even kijken. Gewoon de waterbrush gebruiken. Je hoeft geen extra water te pakken. En je ziet gelijk dat hij echt al ontzettend mooi de kleur afgeeft. Ik ga een klein stukje terug over het geel om dan een beetje een verloop te krijgen. En zo zie je hoe makkelijk het is. Ik ga deze ook nog heel even laten zien. En dan kun je dus echt het verschil zien dat deze ook al, ik ben er een paar keer overheen gegaan met mijn potlood zonder te drukken. Gewoon heel zachtjes eroverheen. En dan zie je dus het verschil tussen deze kant en deze kant. En het is maar net hoe intens je hem wilt hebben. Net als Inktense. Dan kun je dus ook nog, als die opgedroogd is, daarom had ik deze even gekleurd. Kun je dus ook als die opgedroogd is, gewoon er nog even een keer overheen gaan. Nog even net wat extra kleur en wat diepte te creëren. Je ziet het bijna niet dat er wat inkt van het potlood afkomt. Maar je ziet wel dat de kleur steeds intenser wordt. En dat is echt het supermooie van de potloden. En dit is echt gewoon, je moet daar gewoon even mee spelen. Kijk, wil ik dit een beetje weghalen, doe ik dit even zo. Het gaat later vanzelf alweer van de hand af.
En dan zie je dus het verschil tussen de drie. Dit is gewoon een hele lichte kleur geworden. Dus echt een hele zachte mandala krijg je dan. Of een kaleidoscoop. Deze is al iets intenser. En deze is nog weer donkerder. En zo kun je het natuurlijk helemaal doen. Ik kan hier echt uren mee bezig zijn. En dat is echt het leuke van de intens potloden. En kijk, ik heb deze al voorbereid natuurlijk. Want ik ga hier niet uren zitten kleuren. Dat hou ik gewoon lekker zo voor mezelf. Lekker ontspannen. Dit is de basis die ik in ieder geval ga gebruiken op deze kaart. Nou, ga ik even de kaart pakken. Ik heb al even een stuk kaartstok gevouwen. En de stempel, of deze afdruk, die komt straks hier te zitten. Ik heb hem ook gewoon uitgeknipt. Want ik heb hem dus zo gekleurd. Ik heb hem gewoon uitgeknipt. En dan volg ik gewoon de lijntjes. Ook, ja. Gewoon de stukjes. Het is echt een hele makkelijke stempel om uit te knippen. Gewoon rustig even de tijd voor, ja, de tijd voor nemen. Op zich valt het wel mee. Mocht je een keertje een klein beetje verkeerd knippen. Een stukje van een lijntje af. Dat zie je niet echt heel goed terug. Dus en zo ga je hem dan helemaal uitknippen. En dan krijg je dus dit resultaat. Goedemorgen Karin. Gezellig dat je er bent. Leuk hoor. Even kijken. Nou, deze komt straks op de kaart te zitten. Net als hier. Je ziet dat deze iets lager is afgeknipt. Want ik heb die de helft. Ik heb hem niet precies door de helft gedaan. Maar dat is geen punt. Oh, ik zal even mijn beeld weer een klein beetje uitzoomen. Want ik ben klaar met het kleuren natuurlijk. Zo, dat is beter. Anders dan praat ik buiten het beeld. Dat schiet ook niet op. Zo, even mijn kleurtjes aan de kant. Zo, en dan ga ik deze achtergrond maken. Want uiteindelijk, als je dit hebt ingekleurd, is de rest van de kaart eigenlijk heel makkelijk af te maken door alleen dit achtergrondje. Je kleurt hier niet in, maar ik heb alleen met stempel inkten, met de distress inkten, heb ik deze afdruk een beetje kleur gegeven. Dat ga ik nu doen. Ik ga dus de achtergrond maken. Deze weer aan de kant. Goedemorgen Hella. Dan pak ik wel even mijn stamping platform. En dan ga ik even de stempel laten zien die ik ga gebruiken voor de achtergrond. En dat is deze nieuwe van Carabella Studio. Deze is echt ontzettend leuk. Dat is Field Bird nummer 1. Er zijn er meerdere. En je kunt dit geheel gebruiken. Dus de hele stempel. Maar je zou ook bijvoorbeeld de vlinder uit kunnen knippen. Of een vogeltje of de bloemen. Dus je kunt hier echt wel alle kanten mee op. Je kunt een stukje van de tekst gebruiken. Ik vind het zelf een hele mooie leuke stempel. En je kunt er een hele vrolijke kaart mee maken. Maar je kunt hem ook echt wat chiquer en wat netter gebruiken. Dus deze ga ik gebruiken. En dan ga ik in ieder geval even mijn stamping platform pakken. Zo. Oh. Even iets aan de kant zetten. Zo. Ik vouw hem even uit. En dan pak ik mijn magneetjes. Ga ik even deze hier neerleggen. Om straks te kijken waar ik de stempel wil hebben. En dan moet ik even spelen. Even kijken. Ik wil dit gedeelte hier zo hebben. Dus die leg ik daar neer. En dan wil ik straks, ga ik even kijken als ik hem hier stempel. Want ik wil de vogel net een beetje hier boven vandaan hebben. Dus dan ga ik straks even kijken hoe ik hem dan neer ga leggen. Even de magneetjes goed neerleggen. En dan plak ik wel een klein plakbandje hier zo, waar die niet stempelt. Zo. Even kijken, de rubberkant, ja, die heb ik. Hij ligt goed. Heel goed. Nou, ga ik potlonden van Colorsoft. En meng deze met terpentine. Nee, die Colorsoft, dat is een oliebasis
potlood. En die gebruik je dus weer anders. Je kunt ze mengen met, tenminste je mengen met terpentine. Je gebruikt dan, om het te blenden, gebruik je een terpentine oplossing. Met een blending potlood. En, maar die potloden hoef je niet per se te blenden. Want die kun je dus ook gewoon heel erg mooi lagen. Als je dan, dat is ook gewoon echt ook, met die potloden op oliebasis. Dat je dus niet gewoon heel hard gaat drukken. Je gaat echt lagen opbouwen. De eerste laag en dan ga je er nog een keertje overheen. En dan ga je ook de andere richting even op. En dan bouw je dus gewoon die lagen op. En dan kun je dus ook eventueel zonder de terpentine. Ik gebruik deze ook heel veel. Maar als je dus zonder de terpentine kun je hem dus ook met een... even kijken waar ik hem heb. Een blending tool. Deze kun je hem dus ook gewoon blenden. Als je die lagen gewoon echt opbouwt met een potlood op oliebasis. Dus dat werkt ook echt prima. En ze zijn gewoon heel mooi. Ze hebben een hele mooie kleurafgave. Dus ik pak even mijn Distress inktjes. Ik vond deze kleurtjes wel leuk erbij. De Kitsch Flamingo is ook echt een van mijn favorieten natuurlijk. Goedemorgen Heidi. De Spice Marmalade. En de Peacock Feathers. En ik ga gewoon even kijken. Ik ga hem gewoon lekker even. Eerst even. Voordat ik dat doe, ga ik hem heel even schoonmaken, want dat had ik nog niet gedaan. Met mijn Stazon cleaner. Deze is ook ideaal, maar ik wil even mijn stempel goed schoon hebben. Zodat ik geen restjes inkt her en der krijg. Heel even doen. Is ook zo gebeurd. Even een boekje. Ik geloof dat het meeste er wel af is. Soms dan laat ik wel eens wat zitten en dan ben ik bezig. En dan denk ik achteraf van, oh, dat had ik heel even moeten doen. Oh, graag gedaan, Eleanor. Het is echt ontzettend leuk om te kleuren ook met die Derwent potloden. Ook die hebben we in de shop. Zo, ik pak eerst de Kitsch Flamingo. En dan ga ik gewoon even wat opbouwen. En even kijken. Het is niet zo precies. Je kunt hier ook heel makkelijk de kleinere inkpads voor gebruiken. Maar ik vind, dit hoeft niet precies. Dus dat is niet zo'n punt. Ik ga even kijken. Kijken. Het mag een beetje in elkaar overlopen. Dat geeft straks net even een ander effect. Je kunt hem ook gewoon één kleur doen. Dat is ook geen punt. Nou, even goed afdrukken. Kijk. Dat is mooi. En nu wil ik er wel even... Dat hij een klein beetje zwart oppikt. Dan gebruik ik heel even een klein beetje. Dat hij een beetje een vintage feel krijgt. Dan gebruik ik heel even de Archival ink voor. Gewoon even een klein beetje erop doen. Deze geeft niet gelijk een hele natte afdruk. De verse Fine Clair is gewoon echt heel erg... nat. En dat geeft mij net iets te veel. Oh, de spons is onderop. Ja, dat heb ik met een stukje klittenband. Oh. Even aan het klieren. Dus met een stukje klittenband. Ik zal het zo even laten zien. Want ik zet ze namelijk zo weer in mijn kastje. En dan heb ik altijd het sponsje onderop zitten. En ik vind het wel prettig. Ah, kijk, dat is de afdruk die ik wilde hebben. Dan ga ik naar de volgende toe. Zo, ik verschuif hem even een beetje. Zo. En dan moet ik even kijken. Waar is mijn... Dat is echt... Oh, daar. Mijn afdruk.
Bij jou nog los? Ja, ik vind het wel heel handig met klittenband eronder. Dus deze komt hiervoor te zitten. Dan wil ik zo even zorgen dat het vogeltje hier komt. Maar dan ga ik wel even tussendoor toch nog even een keertje mijn stempel schoonmaken. Want ik wil hem erop leggen. En ik wil niet gelijk als ik hem erop leg, dat dan er een afdruk op zit. Dat heb ik wel eens hoor. Dat ik wel eens even denk van, oh, ik leg de stempel erop. En dan denk ik, oh, dat was niet de bedoeling. Het is dan niet zo heel handig, maar oké. Ik ben niet altijd even handig. Oké, nou, ik leg deze hier neer. En ik wil zo straks de vogel... Even zo. Even de vogel wil ik ongeveer... Kijken. Deze ga ik. Nee, ik wil deze hier hebben. Dan moet ik nog heel even een stukje papier ertussen doen. Voordat ik het vergeet. Even op de achterkant leggen, want ik wil nu niet dat de afdruk op de achterkant komt. Zo. Sterke stempeltje. Sterke magneten zijn het. Echt perfect. Schuif hem iets naar beneden. Deze komt hier te zitten ongeveer. Die vogel wil ik daar hebben. Dus dan leg ik hem ongeveer hier neer. Ik zorg even dat het papier vast blijft zitten. En deze kan aan de kant. Even stikkertje. Soms ben ik handig bezig, maar het lukt, het lukt. Zo. Ik heb een klein werkblad, dus dit is altijd even toveren. En een beetje heen en weer, maar dat geeft niet. Dus ik ga deze vogel, ik hoop dat je hem kunt zien zo. Deze vogel ga ik stempelen. Ik hoop niet dat ik net uit beeld was met het stempelen, want ik heb zelf niet altijd in de gaten waar ik zit met mijn... Met de camera. Dan ben ik zo lekker bezig. En dan, sorry. Dan heb ik dat niet eens in de gaten. Zo. Ik denk dat dit zo goed is. Schuif ik hem even weer terug. En dan zou die hier op moeten komen. En het mooie is met het stempelplatform. Als het even niet... goed is en niet zo gaat zoals je wilt, dat je de stempel gewoon nog een keertje kunt inkten. En dat wil ik nu ook even. Ik wil even dat vintage effect erbij geven. Ik ga er gewoon even een beetje overheen met de Archival inkt. Dit is allemaal de laatste inkten, de Distress en de Archival zijn allemaal... de Archival is waterproof. Maar de Distress inkt is op waterbasis, dus die kun je ook gebruiken om te kleuren. Nou, als je deze wilt inkleuren met de inktens, zou ik ze niet gebruiken. Want dan gaat alles weer uitlopen. Omdat die verf ook natuurlijk op waterbasis is. Ik heb denk ik zo het goede effect wat ik wil hebben. Ik schuif even de magneetjes er weer af. Nou, dat is ook een handige tip. Met tape omheen geplakt, zodat je ze er makkelijk af kunt halen. Daar had ik nog niet over nagedacht. Zo, deze gaat aan de kant. Tot dan. Even die aan de kant zetten. Ja. Kijk, dan hebben we de achtergrond al. Het ziet er een beetje hetzelfde uit, maar dat is geen punt. Dan komt deze hiervoor te zitten. En dan gebruik ik straks ook nog een tekst van de Small Talk van Tim Holtz. Echt een ontzettend leuke. Even deze weer aan de kant. Dan ga ik nog heel even de rand even wat aanzetten. Ik ga dat met de oranje doen. Met de Sparse Marmalade. Gewoon even langs het randje inkten. Geeft
altijd wel een net even een ander effect. Dat hoeft niet altijd hoor, maar kijk, ik heb hier dus twee stukjes klittenband achter zitten en daar zit mijn sponsje op. En zo schuif ik ze weer in mijn kastje hier. Alleen mijn kastje, dat zit een beetje te vol. Zo, even kijken. Ja, dan gebruik ik 3D foam. Ja, het is echt een ontzettend mooie stempel, Karin. Super. Ja, ik vind hem echt heel erg leuk. Ik heb hem nu als achtergrond gebruikt, maar je kunt hem ook echt heel erg mooi met bijvoorbeeld de VersaFine Clear gewoon stempelen. En dan inkleuren met watercolor of andersom, dat je het inkleurt met de Copics of dergelijke. Ik ga hier 3D tape achterop doen. Even kijken. Hoppa. Zo. En zo. En dan ga ik jullie zo nog even laten zien hoe je een snelle versie kunt maken. Want als je dus niet wilt inkleuren. Ik heb de Kaleidoscope stempel heb ik dus ingekleurd met de Inktense. Maar dat is helemaal niet nodig. Want je kunt hem dus ook anders maken op een snelle manier. Met een paar kleuren. Ga ik zo even laten zien. Even zo. Kijk, nou, dan ben je er al bijna. Ik wil er dan nog even een leuke quote bij doen. Ik heb bij de vorige heb ik I just wanna make nice things heb ik gebruikt. En pom pom pom. Hier staan zoveel leuke staan hier op. Pop, pop, pop. Wat zullen we eens doen? Oh, deze vind ik wel mooi. Dat is echt ook wel. Start each day with a grateful heart. Start elke dag met een dankbaar hart. En die plak ik hier overheen. Zitten echt ontzettend mooie teksten zitten erbij. Quotes. En in het zwart. En allemaal in het wit. Het zijn 6 vellen met quotes. En de witte en de zwarte zijn dezelfde quotes. Dus je kunt kiezen hoe je ze wilt gebruiken op welk project. Dus dat is in ieder geval deze. Ja, dit is echt een. Ik zal zo nog even de stempel laten zien hoor, Mia. Kijk, dus heb ik bijna dezelfde kaartjes. En deze is dus ingekleurd met de Inktense. Nou ga ik jullie even laten zien dat ik dus deze stempel van Carabella Studio, de Kaleidoscope. Dat is een grote stempel die ik hier voor de helft heb gebruikt. Heb ik dus ingekleurd hierop met de Inktense potloden. Maar om een snelle versie te maken, ga ik even deze uitknippen. Deze knip ik er ook af, want het wordt toch straks nog weer gebruikt. Een snelle versie. Dan gebruik ik gewoon even de aquatint. Ik heb een groen, blauw en de gele. Alle producten die ik heb gebruikt, die staan ook op hierboven in een link. Bovenaan de video. Dus als je teruggaat naar de video later, dan kun je dus de link volgen. En dan staan alle producten in die ik heb gebruikt vandaag. Dus de aquatint gebruik ik dan. En dan heb ik een kwast nodig. Deze is al nat. En dan ga ik hem eerst heel even insprayen. Ik heb deze ook weer gestempeld met de VersaFine. Deze, de VersaFine pigment ink. Dus, oh Dora, oh heerlijk, met een paard. Dat is lekker, geniet er lekker van. Ik wens je een hele fijne dag en leuk dat je erbij was. Dus ik heb hem ingespoten met water. En dan ga ik gewoon, heel simpel, er zo overheen. En dan doe ik met alle 3 kleuren. Ik ga van geel naar groen en dan pas blauw. Zo. Ik was hier van de week mee aan het spelen en toen had ik heel mijn handen eronder zitten. Dus dit is echt wel even een stukje kliederen weer, maar wel heel mooi. Het papier dat trekt nu een beetje krom omdat hij heel erg nat is. Kijk, dan laat ik hem in elkaar overlopen. En zo krijg je dus een snelle versie. En ik ga straks ook nog laten zien hoe je een beetje je schaduw in aan kunt brengen. Ah,
Hallo Anneke. Oh joh Anneke, je kunt het nog terugkijken later. Dus, en ik ga later nog even een foto maken van hoe het is, hoe de kaart is geworden in ieder geval. Dan pak ik een beetje blauw. Ik ben nu de snelle versie aan het doen. Dus kijk gewoon lekker even mee. Want ik heb dus een iets langere versie als je dus de Inktense potloden gebruikt of andere potloden. En je gaat hem dus helemaal inkleuren zoals op deze kaart. Dan ben je dus wel even een paar uurtjes bezig. En dit is nu de snelle versie. Ik ga hem even heel simpel. Ik ga hem gewoon even drogen. En dan ga ik laten zien hoe je ook hier een beetje schaduw en kleur in aan kunt brengen. Zonder nog extra potloden of dergelijke te hoeven gebruiken. Maar dan moet ik hem heel even drogen. Dus even een paar tellen, even nog geduld. Zo. Ik wil hem even goed droog hebben hoor. Dan is het mooiste effect. Ik ga dadelijk wel weer de waterpenseel gebruiken. Ik denk dat hij zo goed is. Ik koel hem heel even af. Even zo. Het valt mee hoe kwam die is. Nou heb ik hem dus zo gemaakt. En je kunt ook alle andere kleurtjes gebruiken. Je kunt het ook gewoon met de aquacolor gewoon inkleuren. Dat kan ook heel goed. Met je waterpenseel, een ander penseeltje kun je hem ook heel goed inkleuren. Als je nou zegt van ja, ik vind dit dan weer een beetje saai. Dan gaan we dus gewoon dit doen. Ik heb een stukje keukenpapier. Hou ik even bij me. Je neemt je waterbrush. En dan ga ik dus even kijken, want dan ga ik hier gewoon wat verf verplaatsen. En weghalen. Om dan wat extra schaduw te maken. Even kijken, ik ben even een beetje stil als ik aan het kleuren ben. Dat is echt zo'n ontspanning om in te kleuren. En dat maakt niet uit met wat. Want ik heb nu de Inktense gebruikt. Maar je kunt ook heel goed de Zik Clean Colors gebruiken. Of andere waterpasta's. Ik zal even deze nog doen. En dan kun je het verschil eigenlijk al zien. Dat je dus gewoon wat kleur weghaalt. En dat is het mooie met deze watercolor. En je hoeft hier eigenlijk helemaal niet goed voor te kunnen kleuren. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Je ziet daar zo dat ze wat lichter zijn. En als je dat helemaal zo rondom doet, dan kun je dus echt het verschil zien. De aquatints, ja. Deze zijn dat. En hier, ik heb nu vandaag deze drie kleuren gebruikt. De gele, de groene en de blauwe. Maar er zijn veel meer kleuren. Het is echt ook roze, rood. En als je even kijkt via de link, dan kun je ook even aquatint intoetsen op de pagina. En dan zie je dus ook alle andere kleurtjes. Ja, het is echt heel erg leuk. Je kunt zelfs op de groene kun je hem nog iets lichter maken. En ook iets donkerder, want als je zegt van ja, ik wil toch nog even wat extra aanbrengen. Haal je eerst even wat kleur weg hier zo. Heen en weer, kleur erbij of kleur weer weg. En dan kun je dus hier ook gewoon weer dit wat donkerder maken. En dat doe je dan heel voorzichtig. Loopt het alweer over. Dus je kunt zo heel de plaat kun je, of heel de stempel kun je zo inkleuren. En die kun je dan ook, ga ik laten zien. Ik pak even een van deze twee, zo. Even kijken, hier heb ik een stukje verkeerd afgeknipt. Ik zal die even doorknippen. Dan kun je zien wat het verschil is. Maar heb ik hem niet netjes doorgeknipt. Even kijken.
Ik had hem iets netter door moeten knippen, maar dat geeft niet. Het idee is er. Waar zit hij nou? Oh, ik ben echt... Dit is echt heel handig voor mij geweest. Oké. Nou. Zo kan die dus. En je kunt hem dus ook zo doen. En dan kun je bijvoorbeeld ook bijpassende kleuren van de Distress inkt zoeken. Als je zegt van ik wil met een blauw en een groen of roze of andere dingen. Kun je dus gewoon heel goed aanpassen op de achtergrond. Dus dit is de snelle versie. En deze is weer iets donkerder. Nou, die is natuurlijk nog niet af. Deze heb ik wat lichter gemaakt. Was ik ook even uitgeschoten met een andere verf die ik eroverheen had gekliederd. Dus dit was toch al een stukje wat ik op een andere manier ga gebruiken. Maar dit is de snelle techniek. En dat is ook echt heel grappig om het zo te doen. Dan heb je dus twee verschillende kaarten. Maar met twee verschillende technieken. Dus als je een snelle kaart wilt maken, dan pak je die manier. En als je echt zegt, ik wil even heerlijk ontspannen, dan ga je gewoon lekker die kaleidoscoop inkleuren. Nou, ik heb het nu met Inktense gedaan, maar er zijn ook op onze site hebben we dus ook de Zik Clean Color. Dat werkt ook prima. De Polychromos, nou echt van alles. Van Inktense hebben we geloof ik ook van die napjes. Oh, die heb ik niet, nog niet. Dat is gewoon met een waterperceel om in te kleuren ook. Even denken. Ik denk dat ik alles heb gehad. Ja, nou wil ik nog heel even... jullie hebben denk ik wel gezien op de pagina vandaag... in ieder geval van de week... oranje boven. Dag vanwege dinsdag Koningsdag. We hebben heel erg leuke aanbiedingen. En er zijn een aantal dagen, staat er een stempelmerk, is er een stempelmerk die dus een extra, in ieder geval, korting krijgt. En vandaag zijn het de Carabella Studio stempels. Dus als je zegt, nou, ik wil deze kopen, of deze, of een van de andere Carabella Studio stempels, die er nog zijn, krijg je, wat had ik nou, 10 of 15% korting? Ik ben het weer heel even vergeten. Maar je kunt het op de site, kun je alles lezen, alle voorwaarden. Het is wel, zolang de voorraad strekt, op is op. Niet achteraf nog te bestellen met de korting. Dus alleen vandaag de Carabella Studio. En als je je aanmeldt op de pagina van Leuke Stempels in de webshop. Dan kun je lid worden van de stempelclub. Heb ik dat goed? Ja. Dan krijg je dus... extra e-mailtjes met aanbiedingen. Dus als je echt op tijd erbij wilt zijn, zou ik me aanmelden. En dan krijg je, voordat de rest een e-mailtje krijgt, krijg jij alvast een e-mailtje met de aanbiedingen. Hey, dat is even een kleine tip. Dus, even denk, ik heb alles gedaan. Ik ga afsluiten. En ik wens jullie een ontzettend fijne dag. En ik vond het weer heel erg leuk dat jullie er waren. En nog heel even, vorige keer, ik was echt helemaal onder de indruk van al jullie mooie creaties die ik heb gezien. Dat was echt zo super leuk. Dus tag me vooral Natasja Bozeker, een aapstaartje Natasja Bozeker. Dan kan ik zien wat jullie hebben gemaakt. En dat hoeft niet alleen in de groep, mag ook buiten de groep als je me iets laat zien of zo nog weer deelt. Dat vind ik heel erg leuk. Dan kan ik dat ook liken. En nou, super. Dank jullie wel allemaal en tot de volgende keer en een hele fijne Koningsdag dinsdag. En dat zal best wel goed komen. Tot ziens!